geschreven over de brieven aan gemeenten. Ik schrijf als klassenpredikant elke maand een brief aan alle gemeenten in de Klasses Utrecht. Ik denk dat gemeenten nog steeds gemeenten zijn en behoefte hebben om gekend te worden. En ik vind dat mooi aan de brieven, dat Johannes de gemeente kent. Maar wat ik wel heel spannend vind en eigenlijk ook heel mooi, is dat hij ook heel kritisch is. Ja, en de situatie nu is anders dan toen. En tegelijkertijd merk ik dat gemeentes ook wel beproefd worden. Ik zie dat gemeenten worstelen met de secularisatie. Dat ze zich afvragen van wat moeten we? Mensen nemen afscheid van onze gemeente. En dan denk ik dat Johannes nog weer komt en zegt: durf ook kritisch te zijn naar jezelf. Er zit bemoediging in en kritiek. En maar die twee horen bij elkaar. Dat hij kan zeggen van jullie zijn lauw en niet betrokken. En tegelijkertijd, hij houdt die gemeente wel vast. En zo mogen we elkaar ook vasthouden. En mogen we elkaar ook wel kritisch bevragen en zeggen van: ben je wel echt betrokken op de dingen waar het om gaat? En dan denk ik weer aan de liefde van Johannes voor die gemeente. Jullie kunnen het. En jullie mogen het. Het gaat jullie lukken, ik weet het zeker.